De trainersvisie. Na zo'n derby. Dat is pittig. Ook voor mij, want iedereen verwacht van mij zeer kritische vragen. Maar gek genoeg begin ik eerst met een compliment richting de tegenstander. Want die heeft het voor elkaar gekregen dat wij niet lekker in de wedstrijd zaten. Bert, zeg ik dat goed? Ja, deels. Je hebt natuurlijk altijd met een tegenstander te maken. En VVG had een strategie waarbij het duidelijk was dat het voetbal ons belet moest worden. Het tempo uit de wedstrijd gehaald moest worden. Nou, dat hebben ze goed gedaan. Hè. Dus in die zin is het een compliment aan hun. In de beginfase hebben ze ook nog wat kansen gecreëerd in de eerste helft. Wel net zoveel als ons. En of het dan kansen of mogelijkheden zijn. Maar toen kwamen we in ieder geval nog voor de goal. Na de rust moet ik zeggen dat toen zijn ze achterover gaan leunen en hebben wij het moeten bedenken. Nou, dat hebben we niet goed gedaan, want we hebben te weinig kansen gecreëerd. En uiteindelijk worden hun beloond met één uitval die er per ongeluk ingaat. En dan is het einde duel. Wat ging er dan niet goed bij ons? Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Maar voornamelijk wat ik vond is niet de lef aan de bal om te voetballen zoals we kunnen. Niet de bereidheid hebben om extra vrij te lopen terwijl het wel gevraagd werd. Hè. De ruimtes werden klein gehouden, werd kort gedekt. Nou, dan moet je meer energie erin steken om los te komen. Aan de andere kant vond ik zeker in de duels vond ik VVG veel sterker, veel overtuigender vooral. En wij lieten het gewoon gebeuren. En dat is jammer, want dat is niet hoe wij het gewend zijn. En ook bijvoorbeeld vorig jaar maakten we daarin het verschil. Typerend was natuurlijk het eerste kwartier waarbij hun rechtsback twee pittige overtredingen maakt. En zeker bij de laatste waarin Maurice gemangeld wordt, ja, dan ageren we daar helemaal niet op. We laten het gebeuren. Ja, en in zo'n derby moet je er met z'n allen opbuigen. En dan doe je even een beetje stoer gedrag, maar dan gebeurt er in ieder geval even wat. Maar het vlammetje wou niet ontstaan. En dat is wel nodig bij zo'n derby, dat als het niet loopt, dan moet je wat andere middelen aangrijpen om daar wel voor te zorgen. Nou, dat hebben we niet gedaan. Ja, kan je begrijpen dat zeer veel supporters, eigenlijk omdat ze heel veel sfeer erin wilden steken. Natuurlijk het begin met de helikopter, donderdagavond hier het vuurwerk, et cetera, die stoppen er heel veel in en kregen er weinig voor terug. Nee, dat klopt. Ze hadden veel meer van ons verwacht. En dat is ook terecht op basis van de afgelopen maanden wat we hebben laten zien. En voor ons ook een beetje een verrassing dat niet iedereen kon brengen wat hij moest brengen. Sterker nog, ik denk dat 80-90% van de groep niet in de wedstrijd zat. Maar ook niet over het dode punt heen kwam. In de rust ook wat dingen aangegeven. Want in feite ben je blijven leven, of volhoud je in leven. Nou, dan moet je daar in de tweede helft zoveel vertrouwen van krijgen dat je verschil kan gaan maken. Maar we kwamen niet over het dode punt heen. En ik vind het ook wel dat excuses op zijn plaats zijn richting onze achterban. Want die hebben er werkelijk alles aan gedaan om ons op een goede manier te helpen. Nou, en dan doen ze dat en dan belonen wij dat niet. En dat stoort mij nog het meest, ja. De manier van spelen van VVG, daar hebben jullie het over gehad. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je dit ook kon verwachten van VVG. Ongeveer hetzelfde als wat ze, maar dan in een betere uitvoering als die laatste wedstrijd in het vorige seizoen. Nou, ik vond die 1-1 vorig jaar, vond ik ze aan de bal veel beter voetballen. Veel meer overleg achterin aan de bal. En nu was het meer crossbasis zoeken, waarbij wij in onze rechterflank aardig in de problemen kwamen. Maar deze tactiek hadden we zeer zeker verwacht. Eerst druk zetten, dan inzakken. Dat is allemaal niet zo onlogisch. Maar dan gaat het erom, als je dat weet als speler, dat je in het veld de baas wordt over je tegenstander. En zolang je niet de baas wordt in de duels over je tegenstander, kom je nooit in een ritme, ga je nooit iets afdwingen. Nou, en aan de bal vond ik zeker in de eindfase. Fase, waren we veel te voorzichtig, zat geen overtuiging in. En dat is uit het niets gekomen, want ja, natuurlijk we hebben geen reden om te denken dat we daar met pijn of met angst en beven naartoe moesten gaan. We hebben gewoon een hele goede vorm, dus het was heel vreemd om te zien. Wat mij persoonlijk ook opviel, dat was dat Maurice, die wij natuurlijk graag willen bereiken, niet of nauwelijks bereikt werd. En als die bereikt werd, dan zwierven daar steeds 2-3 mensen omheen. Maar hij compenseerde dat toch door zeer goed mee te verdedigen en zo. En toch haal je hem eraf. Sommige DVS'ers hadden daar wat moeite mee. Sommige supporters hadden daar wat moeite mee. Dat je precies Maurice, die in Harderwijk juist zo zijn beste wilde doen extra, dat je die eraf haalde. Nou, in principe ga ik niet op een wissels in. Het is ook een beetje hypocriet als mensen dat zeggen. Want als het niet loopt en Maurice doet zijn hoofd naar beneden, zijn diezelfde supporters ook de eerste die altijd roepen, waarom halen we hem er niet af? Het was een tactische wissel. En Maurice was zijn eerste duel weer sinds weken die speelde. En we wisten hem gewoon niet goed te bereiken, omdat ze de as goed dichtzetten. En we wouden met het inbrengen van Berry, dan weet je zeker dat hun centrale verdedigers dichter bij elkaar gaan spelen. Zouden meer ruimte bij hun backs gaan komen, want die zouden minder rugdekking krijgen. Nou, en dat gebeurde ook. Zeker Olie
Olivier kwam op dat moment wat vrijer te spelen. Ja, weet je, kijk, je mag wisselen op basis van tactische zetten. En of Maurice nou wel of niet het haar erbij komt, dat maakt helemaal niks uit. Maurice heeft zijn stinkende best gedaan, absoluut. Maar net als de rest van de spelers had ook hij zijn dag niet. Je collega Henny in het Hof, trainer van VVG, die was verleden jaar bij die laatste wedstrijd hier toch ja, gaf een beetje een hinderlijk interview, vonden wij zelf ook van DVS TV. Nu was hij een stuk coulanter, leek het. Ja, dat mag, ik heb hem niet gesproken. Oh nee, je hebt het interview van Vocht TV niet gezien? Nee, dat heb ik niet gezien, dus ik kan je niet helpen daarbij. Hij was een stuk liever naar DVS toe, laat ik het zo zeggen, met veel respect naar DVS toe. Ja, nee, maar Henny is een prima vent en een prima trainer. Dus het wordt vaak door anderen meer opgeklopt. Ik las hier ook in een huis en huis krantje dat het een dik verdiende zege op tactisch gebied van de trainer was van Vocht. Nou, ja, weet je, dan denk ik, jongens, hou daar nou eens mee op. Het is DVS tegen VVOG. Henny en ik hebben helemaal niks met elkaar. Tenminste, geen relatie. We zijn allebei trainer, we steunen elkaar waar we kunnen. Dus mensen kloppen dat altijd op. En dat hoort natuurlijk ook bij een derby. En ja, weet je, VVG heeft gewonnen zaterdag. En dat is erg vervelend. Maar vooral de manier waarop, dat is iets wat ik niet accepteer van onze groep. Ja, goed. Dat snap ik. Voetbal is ook een heel vreemd spelletje. Want wie had gezegd dat Lisse na die Zepert tegen DVS 1-1 speelt tegen Noordwijk. En dat Dovo na een aantal slechte resultaten 1-1 speelt tegen Quick Boys. Ja, dat is voetbal, Bert, ook hè? Ja, maar zo zit deze klasse ook gewoon in elkaar. En dat zet al onze resultaten tegen die clubs ook in een ander daglicht natuurlijk. We winnen van Lisse. Die spelen nu 1-1 tegen Noordwijk. Ik bedoel, dus blijkbaar hebben we het heel erg goed gedaan. Maar dat zie je altijd pas later in de competitie, hoe dat allemaal loopt. Wij zijn nu erg druk met onszelf natuurlijk. We willen zaterdag tegen Hoek laten zien dat dit een incident is wat nooit meer mag gebeuren. Ik vond het zelfs tegen Noordwijk nog beter in de wedstrijd zitten dan nu tegen VVOG. En daar gaan we vanavond even over babbelen. Voor ploeg is dat Hoek? Ja, zover ik weet een goed voetballende ploeg die blijkbaar altijd een prikkel nodig heeft om in de wedstrijd te komen. Want ze komen bijna alle wedstrijden komen ze achter. Maar als ze dan eenmaal gas geven, dan scoren ze volgens mij minimaal 4 doelpunten. Ze laten er ook wel wat door. Dus een ploeg die graag wil voetballen. En volgens mij is het ook de policy van hun trainer. Dus ik verwacht zaterdag wel een duidelijk andere wedstrijd dan afgelopen zaterdag. Oké, big revanche, Bert. Ja, die is pas na de winterstop. Maar voor zaterdag gaan we eerst ons werk weer doen. Oké, nee, maar ik bedoel revanche op afgelopen zaterdag. Ja, op onszelf vooral, ja.